De moderne en hedendaagse kunst bevindt zich op de eerste verdiepingen. Het begint met een kamer met de collectie van broer en zus van Baren, Utrechtse verzamelaars. Die collectie die het Centraal Museum in 1980 kreeg. De selectie van de heer van Baren zit in de lijst, die van zijn zus in de eenvoudige strakke lijsten. Broer en zus te veel en mooi, vooral Franse en Nederlandse impressionisten, een veelhaagse school, maar ook bijvoorbeeld Charlie Thorop, Van Gogh, Mondriaan en Jan Sluiters. Vroeger hadden ze een hele etage voor zich. Nu zijn ze geïntegreerd met de andere afdelingen van het museum. Er zal dus altijd een kleine selectie te zien zijn. In de twee zalen met dwarsdenkers, Nederlandse schilders uit de eerste helft van de vorige eeuw, nog meer Charlie Thorop en ook de stijl met Bart van der Leek, Wilmers Houchard en het niet-geometrisch werk van Van Doesburg. En twee schilders uit Utrecht waarvan het museum veel werk heeft. Eerste surrealist Moesman. Nederland heeft nooit veel gehad met het surrealisme. En Johannes Moesman of Joop Moesman in de decennia voor en de na Wereldoorlog II was een uitzondering, aanvankelijk met weinig succes. Zijn werk werd gezien als onzedelijk en schokkend, te schokkend voor het brave Nederland van die tijd. Een seksuele connotatie is er dikwijls, maar dat dikwijls ook om een ander beeld te verhullen. Twee vechtende mannen, bijvoorbeeld of het zelfportret van Joop Boesman op de borst van de vrouw. En dan Pijke Koch, de vooraanstaande magisch realist. Zeker door het begin van de oorlog had hij sterke fascistische neigingen. Zijn zelfportret met de zwarte band mag daarvan een indicatie zijn. Hij kwam tot inkeer, maar de verdenking is toch wel altijd aan hem blijven hangen. Ook Marlene Dumas werd verdacht in Zuid-Afrika. Verdacht van onmin met het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Ze kwam naar Nederland en in veel van haar schilderijen is de problematiek van rassen- en genderongelijkheid te zien. Levensgenot was alleen weggelegd voor de dames van stand, niet voor de zwarte bevolking.